Zen tekenen is een heel mooie manier om te leren mediteren en realistisch te tekenen. Het is een meditatietechniek waarbij je je ogen gebruikt om van binnen stil te worden. Tijdens het tekenen zijn je ogen vrijwel volledig op het onderwerp gericht en bijna niet op je papier. Daardoor teken je als het ware blind. Terwijl je kijkt, tekenen de handen vanzelf de lijnen op papier. Je ogen gaan als een soort scanner langs de buitencontour van hetgene je tekent. En terwijl je langzaam alles bewust afgaat en bekijkt, gaan de handen dus tekenen wat de ogen zien. En alles wat je bewust ziet, komt ook op papier terecht. Het mooie van zen tekenen is dat je er geen talent voor nodig hebt en dat je door het goede kijken veel beter leert waarnemen en leert zien wat de realiteit is. Ook zonder ervaring kun je hele kloppende tekeningen neerzetten als je van binnen maar stil genoeg bent. En het mooie is dat je van het tekenen rustiger wordt en wanneer je rustiger wordt ga je beter tekenen. Dus je komt in een cirkel terecht waarbij je tekening steeds beter wordt en je steeds rustiger en stiller wordt en ook steeds meer gaat zien. Zen tekenen is niet prestatiegericht, maar heeft het doel om te ontspannen en je te verwonderen over alles wat je ziet. Je zult merken dat wanneer je veel oefent met zen tekenen, de tekeningen steeds beter worden en je ook meer oog krijgt voor schaduw en licht. Dan wordt het dus ook makkelijker om je tekening uit te werken. En in dit filmpje laat ik nog even zien hoe de tekening uiteindelijk is geworden. Wie.